Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Wir sind am Ende angekommen. Danke für Ihre Fragen und bis zum nächsten Mal. Broski, welkom terug bij de volgende aflevering van de FIFA 21 spelerscarrière. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 31. Ik heb gewoon een cruciale rol gekregen, kijk. Gewoon een cruciale rol. Wacht even. Even kijken. Diaby, Berzisje, ik, Palacios en Radecki. Dat zijn de enigste vijf van het hele elftal. En ik hoor er gewoon bij. Ik voel me wel vereerd hoor, maar dat geeft wel een bepaalde druk. En trouwens, ik ben nog steeds pas een 83. Ik ben wel aan het trainen trouwens, maar we gaan even kijken naar het schema. Want we hebben belangrijke wedstrijden. Je ziet het al. De wedstrijd tegen Gent. We staan voor met 2-1. Ja, we hebben de return tegen Gent. We gaan het opnemen tegen Wolfsburg, want die doen het beter in de competitie. We gaan het opnemen tegen Frankfurt, want die doen het ook beter in de competitie. Iedereen doet het beter. En we eindigen met Freiburg, dus we spelen niet 3 wedstrijden, maar 4. Ja, ja, ja. Maar goed, de eerste wedstrijd is de allerbelangrijkste. We gaan het opnemen tegen Gent. Dit is voor een plekje in de volgende ronde van de Europa League. En we staan voor met 2-1. We moeten de klus klaren. Heel simpel. Dat is trouwens Michael Ballack. En hij was een hele goede middenvelder. Legend natuurlijk. Hij speelde ook bij Chelsea. Maar eventjes over deze wedstrijd. We staan voor met 2-1. En ik ga lekker. Ja, ik ga heel lekker. Dit is Ballack trouwens, ja. Zoals ik al net zei. Maar ik ga lekker. Bij Leverkusen. Ik ga super lekker. 4 wedstrijden gespeeld. 6 doelpunten. 1 assist volgens mij. Dat is gewoon wat ik wou. Dat miste ik dus bij Real Madrid. Let's go. De return. De wedstrijd voor een plekje in de volgende ronde. Dit zijn de 11 voor Leverkusen. Even kijken. Gril, Berzisje, Den Donker, Koffie, Wijzer, So, Turkmen, Azil, Diaby, Raba en Star. Wacht even. Star ben ik, hè. Maar wacht even. We spelen volgens mij niet met het sterkste elftal. Azil zie ik, Raba, Turkmen. Oké. Dit zijn de 11 voor Gent. Roef op doel. Petersen zie ik daar nog. Jacques Vertatse. Kleindienst doet het goed. Topscorer. Hij doet het heel goed. Castro Montes. We gaan beginnen. Dit is de wedstrijd. Ik heb hem nog steeds. Ja, ik ben een cruciale speler. Dus ja. Woop. Ik ga mijn assist krijgen. Als het goed is wel. Nee, Turkmen. Jammer. Maar heel eerlijk. Dat is echt goed verdedigd. Heel goed verdedigd. Ze spelen heel vaak de bal op mij. Ik moet eventjes gefocust zijn, man. Ik moet eventjes wennen aan die rol. Dat ik weer gewoon echt de... Wow. De speler ben. En... Ik verlies me... Hé, is dat geen overtreding dan? Scheidsrechter! Hij moet eigenlijk omdraaien en dan de paas geven. Ik geef hem op. Doelpuntje. Zeker. Zeker weten. Azil met het doelpunt. We staan voor met 1-0. En ik denk dat we de volgende ronde hebben bereikt van de Europa League. Ik denk het wel. Wat een paas van mij. Wat een paas. Ga van zijn rug af. Oké. Nogmaals. Hier die paas van mij tussendoor hoor. Visie van een legende. En hier het doelpunt van Azil. Netjes gedaan. We staan voor met 1-0. De wedstrijd is pas begonnen. Geef hem maar op Diaby. Zeker weten. Ja, ik speel wel echt netjes, hoor. Veel minder balverlies. Maar is dat een goede paas? Ik denk het niet. Slaat totaal weer nergens op. Maar ja, zoals ik al zei. Ik heb mijn vorm weer te pakken.
Dat moet onze baas zijn. Ik heb de ruimte. Turkmen, ik heb de ruimte. Daar is mijn... Oeh! Had ik moeten maken. Had ik moeten maken. Zo ben ik begonnen bij Leverkusen met een kopbal. Maar deze had ik... Ja, werd wel lastig gemaakt door die nummer 2. Ah, dichtbij. Heel dichtbij. Ja, ze doen het veel te moeilijk. Ik ben gewoon open. Nou, nu niet meer natuurlijk. Wow. Wow. En ik geef de assist. Nee, ik had moeten... maar ik schoot ook. Wind. Wow. Mooie actie van Wind. Mooie paas van Wind. Jacques Vertatse. Kan hij de voorzet geven? Ik betwijfel het. Ik sta wel klaar voor de counter. Ik sta wel klaar voor de counter. Maar het wordt een kans. Van Gent. Eerste aanval is meteen raak. Niet op doel, maar je weet wat ik bedoel. Een aanval. Een schot. Een kans. Maar nog steeds 1-0 voor ons. Owusu. Waller. Ja. Wacht even. Nyangbo. Nyangbo. Oh nee. Fout. Nee. Nee. Wijzer. Waarom niet meteen wijzer? Ik denk dat ik word gewisseld nu. Ja, het is klaar. Ik mag gewoon blijven staan. Oké, dan ga ik gewoon scoren. Ik ga naar voren. Wirtz. Geef mij de bal. Ik ben geblesseerd. Oh mijn god. Ik trek het sprintje hier. Hier trek ik het sprintje en het schiet in mijn hamstring volgens mij. Hier. Daar ga ik. Nou, en als je kijkt. Ik grijp naar mijn hamstring, hè. Linkerbeen. Ja, ik ben links. Oh my, hier. Ja. Dit ziet er niet goed uit. Scheidsrechter, elk moment, dankjewel. We winnen de wedstrijd, we gaan door naar de volgende ronde. Maar de vraag is, ga ik die meemaken? Ga ik de volgende ronde meemaken? Want ik ben geblesseerd. Ik ben gewoon geblesseerd geraakt. Oh my, mijn eerste blessure uit mijn carrière. Oké, hier is er weer niks aan de hand. Tuurlijk, FIFA. Kijk mijn loopje. Ah man, en het allerergste is, ik heb gewoon niet gescoord. Maar ja, we gaan door. Even kijken, als aanvaller moet je meer doen dan alleen doelpunten scoren. Het gaat ook om balbezit voorin en dat moet worden verbeterd. We hebben gewonnen, we gaan door naar de volgende ronde. De vraag is alleen nu, hoe lang ben ik geblesseerd? Ik ben niet geblesseerd. Er is niks aan de hand. Ik heb geen mailtje, dus er is volgens mij niks aan de hand. Ik was gewoon volgens mij heel erg vermoeid. Oh my, we komen daar goed weg. De volgende wedstrijd is tegen Wolfsburg. Maar kijk eens aan, Den Donker, Zo, Wijzer en ik. Qua conditie gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk dat ik de wedstrijd gewoon ga simuleren. Want ik ga sowieso dan maar één helft spelen. Maar misschien, maar deze wedstrijd is belangrijk. Ik moet het gewoon doen. Dan speel ik maar één helft. Gelukkig niet geblesseerd. Gelukkig niet. 3 doelpunten in de laatste 3 wedstrijden. Kijk, zo wil je het gewoon zien. En ook Wolfsburg heeft een echt stadion. Welkom bij de wedstrijd. Een hele belangrijke, want Wolfsburg staat boven ons op de ranglijst. Mooi stadion hoor. Oh my. Ja, ik hou er gewoon van. Dat weten jullie ondertussen wel. Dit zijn de 11 voor Leverkusen. Radecki, Mawasa, Den Donker, Jetvai, Wijzer, Zo, Paulinho, Palacios, Campana, Bakayoko en ik. Dat bedoel ik. Paulinho en Palacios spelen nu. Oké. Dit zijn de 11 voor Wolfsburg. Kasteels. Chilwell. Precies, Chilwell. Bruno Viana, Kumbula, Baku, Martinez. Martinez? Busquets, McNeil, Belhanda, Klaus en Alcacer. Is dat Sergio Busquets? Volgens mij is dat echt Busquets. 2 spelers van Barça. Niet de bal kwijtraken. Netjes gedaan. Dat is de kans. Dat is mijn schot. Poef! Ik ben... Oh. We gaan zo beginnen. De wedstrijd is begonnen. Nou. Belhanda. Paulinho. Daar! Het was niet eens buitenspeel. Oké. Zoals ik al net zei, zo'n wedstrijd is er dus. Nu al.
Goed gedaan van Palacios, maar Wolfsburg heeft nog steeds de bal. Martinez, mooie paas. En dat is het doelpunt. Nee, geen doelpunt. Want het is natuurlijk Radecki met de redding. Den Donker. Niks gedaan. Wat een eerste helft. Tot nu toe. Ga maar door. Ga maar door. Het wordt aan mij getrokken. Oh, maar nee, jongens. We blijven de bal gewoon... We blijven de bal op een hele rare manier verliezen. Eerste helft bijna voorbij. 0-0. Ben ik tevreden mee, maar ik heb mezelf gejinxed. En je weet, 9 van de 10 keer als ik zulke dingen zeg, gaan ze scoren. Zoals ik al zei. Ik jinx mezelf en het is bijna altijd, ja, altijd wanneer ik zeg, ik ben tevreden met 0-0 of weet ik veel, in de eerste helft gaan ze scoren. Aan het einde van de eerste helft. Dit is wel echt dramatisch weer gedaan. Wat een mooi doelpunt. Oh, aan het einde van de eerste helft. Pijnlijk. Allebei hebben wij 2 keer geschoten. Allebei. Balbezit ongeveer hetzelfde, maar mijn conditie is slecht. Dus ik ga, ja, heel snel worden gewisseld. Oh, chill weer open. Oeh, ze spelen ons kapot, hoor. Kijk hoe ze spelen. Hij mist die bal, maar kijk. Hij houdt hem binnen. Sinkgraven met de redding. Wordt ik gewisseld? Nou, ik ga eraf. Mooi skin komt erin. Simuleer de rest van de wedstrijd. We gaan het zien. Ah, dramatisch. We verliezen. We verliezen met 1-0. We verliezen gewoon. We hebben gewoon verloren. Maar ja, Wolfsburg doet het beter, hè, in de competitie dus. Maar ik heb niet gescoord. 2 wedstrijden op rij nu. Moet ik me zorgen maken? De volgende wedstrijd is tegen Frankfurt. Maar als mijn conditie slecht is, ga ik deze gewoon simuleren. Wow. Wat is dit? Dit wil ik wel zien, hoor. Star geroemd als beslissende speler. Kijk eens aan. Hij speelt geweldig. Ik wist dat hij een hoog niveau kon halen. Maar hij heeft precies gedaan wat ik van hem heb gevraagd en daar verdient hij een compliment voor. Al dus de zeer tevreden manager van Bayer Leverkusen. Bij dat compliment voor Star bleef het niet. Ook een aantal teamgenoten sprak zich uit over zijn indrukwekkende spel van de laatste wedstrijden. Maar ja, ik heb dus 2 wedstrijden niet gescoord nu. Ja, ik heb al mijn doelstellingen bereikt. Kijk, zo wil je gewoon beginnen bij een nieuw team. Prachtig. Als mijn conditie slecht is, ga ik simuleren. Nou, dit zijn de nieuwe doelstellingen. Een 7,9 als de gemiddelde beoordeling. 1 doelpunt. 1 assist. En haal een verhouding doelpunten schoten van 90%. Oké. Ik zit bij de selectie. Maar ik ga even kijken. Mijn conditie is zo slecht. Dit is een probleem van FIFA, man. Ik ga simuleren. Ik hoop dat het gaat werken. Ik ga meteen door naar de volgende wedstrijd. We hebben gelijk gespeeld. Maar dat maakt niet uit. Heb ik gescoord? 6 wedstrijden gespeeld. 6 doelpunten. 1 assist. Ik heb niet gescoord. We gaan even kijken. Mijn conditie nu. Oké, ietsjes beter. Dit is veel beter. Oké, maar nog niet goed genoeg. Maar we moeten wel deze wedstrijd spelen. Wacht even. We hebben nog maar 1 wedstrijd gespeeld, hè? Oké, we gaan het anders doen. Dan pakken we de wedstrijd tegen Freiburg. En de eerste wedstrijd van de volgende ronde is tegen Sevilla in de Europa League. Dat zijn de wedstrijden. Maar eerst hebben wij dus Freiburg. Freiburg staat op plek 10 met 30 punten. Wij staan op plek nummer 13 met 26. Volgende wedstrijd is tegen Freiburg. Freiburg doet het ook beter. Iedereen doet het beter dan Leverkusen. Kijk wat voor elftal wij hebben. En we hebben de vorige wedstrijd verloren. Ja, tenminste de vorige wedstrijd die ik heb gespeeld tegen Wolfsburg. Met 1-0. Ik heb al 2 wedstrijden op rij niet gescoord. 3, als je de gesimuleerde wedstrijd ook meetelt. Maar ja, een kleine dip misschien? Nee, ik denk het niet. Komt goed. Dit zijn de 11 voor Leverkusen. Radecki, Mawasa, Den Donker, Koffi, Jetfai, So, Campana, Palacios, Diaby, Paulinho en ik. En dit zijn de 11 voor Freiburg. Even kijken. Niemand echt waarvan ik denk... Nee. 4-4-2 is een lastige... is een hele lastige formatie. So. Oh, die baanname. Waarom? Wat? Wat de aanname van Kwong Chang. Omar, je mag niet door... Hij mag gewoon schieten. We zitten echt in een slechte fase. Iter, de voorzet. Ja. Kwong Chang kan hem gewoon passen. En dat kan ook een paas worden. En dan hebben we Den Donker. Maar nee. Europees voetbal voor Leverkusen volgend seizoen gaat hem nooit worden. Nee. En dat is ook een slechte paas. Oh, Paulinho. Palacios, je zou even terug moeten halen. En dan is dat de paas en dat is het doelpunt. Diaby! Aan de kant. Ze lopen gewoon de weg. En dan moet je hem afmaken. Oké, ik heb een assist volgens mij. Oké, ik heb een assist. Heel raar doelpunt, maar we staan voor. Ik heb een assist gegeven. Lang geleden.
Ik heb nog niet gescoord in deze aflevering. Ik maak me wel een klein beetje zorgen. Maar als ik assist geef, dat betekent gewoon dat ik goed bezig ben. Het was heel rommelig hier. Kijk, ik wil eigenlijk gewoon voor mijn eigen kans gaan. Maar ja, Diaby was gewoon daar. Ik moet dat gewoon doen. Mijn conditie is weer slecht. Maar ja, ik kan daar niks aan doen. Dat is gewoon echt een dingetje van FIFA. Het is wel gewoon echt irritant. Maar ja, we doen het er gewoon mee. Want we hebben geen keuze. Over de verdediging heen. Maar er staat nog... Ai. Over de verdediging heen. Maar ze hebben blijkbaar meer dan zat achterin. En dat is het doelpunt. De gelijkmaker. Hierop zat ik te wachten. Pijnlijk. Lastig. De gelijkmaker. Ik heb niet eens één kans. Niet eens... Kijk. Hier. Aannemen. Schieten. Ik hoef niet die camera staande te zien. Ha! Je zou hem kunnen geven als je gewoon... Oeh! Ik moest hem passen. Sorry, mijn excuus. Ik moest hem passen. Ik moest gaan voor de assist. Kijk, hier. Maar, ja, mooie redding. Scheids, fluit maar af. Gelijk spelletje tegen Freiburg. En ik heb weer niet gescoord. Maar ik heb wel een assist gegeven, dus... Dat maakt het minder erg. Maar, ik heb gewoon niet gescoord. Dit is wedstrijd nummer 3. Ik begin me wel een klein beetje zorgen te maken nu. Het is wel officieel nu. Want ik heb gewoon nog steeds niet gescoord. Ik heb in de vorige aflevering alleen maar gescoord. Nu heb ik al 7 wedstrijden gespeeld en ik sta op 6 doelpunten. Het ziet er een beetje naar uit dat ik gewoon hetzelfde ga doen als bij Real Madrid. Niet de bedoeling. De volgende en laatste wedstrijd is tegen Sevilla. Sevilla heeft de afgelopen 10 jaar ongeveer 5 à 6 keer de Europa League gewonnen. Dus dit wordt een lastige. Ik begin te begrijpen waarom Leverkusen het niet goed doet. Ik begin het echt te begrijpen. We spelen niet als een team. Dat is gewoon mijn conclusie. Heel veel goede spelers bij elkaar, maar we spelen niet als een team. En tegen een team als Sevilla. Sevilla is de koning van de Europa League. De afgelopen 10 à 15 jaar zijn ze gewoon de beste. Ze hebben gewoon veruit de meeste keren de Europa League gewonnen. Ongelooflijk. En ja. Ja, we maken natuurlijk wel kans. Maar zelf ik speel slecht. Even kijken, wacht even. Ajax tegen Everton. Oké, Inter zit er ook nog in. AC Milan zit er ook nog in. Ah. Maar, kijk naar het stadion. Dit is de wedstrijd tegen Sevilla. Dit zijn de 11 voor Sevilla. Nagnon, Fiska, Leimer, lastig. Kessie hebben ze. Rimines. Mele speelt er. Rugani. Aankopen en nog eens aankopen. Hele goede aankopen. En dit zijn de 11 voor Leverkusen. Even kijken, we hebben Bakayoko. Als rechts, is hij rechts buiten? Nee toch, Diaby gewoon links buiten. Den Donker, ja, Jetfai... Rechtsback nu. We gaan, want ja. Sevilla. Meteen geven. Nee. Dat, je moest hem allemaal geven. Oh. Waarom speel je niet met me samen? Je geeft hem gewoon weg. Rugani is even snel. Oké. Niet mij vasthouden. Niet mij tegenhouden. Oh. Bakayoko. Ruimte in. Kan ik het? En niemand. Riba voor hun. Ja. Ik ben er bijna. Bijna bij een doelpunt. Bijna. Kom op. Wat gaan we doen? Gaan we. Oh, geen kracht. Maar het was niet mijn linkerbeen. Ik heb wel pech hoor. Jiménez speelt hem op Lopez. Einde van de eerste helft. Kessie.
Iemand wordt helemaal opengelaten. En we hebben weer een tegendoelpunt aan het einde. Bij het spel. Oké, gelukkig. We gaan meteen door. Want ik wou bijna vlammen. Kan ik hem terugkoppen? Maar we verliezen de bal. Leimer tegenover drie verdedigers. Of in ieder geval drie spelers van Leverkusen. Achterin mag hij doorlopen. Is er nog meer wat ik kan zeggen? We spelen absurd slecht. Waar mijn snelheid blijft? Ik heb geen idee. Diaby. Kunnen wij een counter plaatsen? Dit is het perfecte moment voor een counter. Het perfecte moment. Het perfecte moment. We leveren de bal in. We spelen slecht, echt. Maar we het lijkt alsof we gewoon... Kijk, tussendoor. Nou, sta ik bij... Die bal komt gewoon bij Gnak. No, en niet bij mij. Die bal komt voor alle spelers. Komt het al... Oké, Cassie. Acuna. En is dat het doelpunt? Nou, daar is wel het doelpunt. We staan achter. De koning van de Europa League scoort. En ik ga eraf. Simuleer de rest van de wedstrijd. Ja, sorry, we speelden gewoon echt bizar slecht. We verliezen gewoon met 1-0. Ja, 8 wedstrijden gespeeld en ik sta gewoon droog. De hele aflevering niet gescoord. Ik heb maar 1 assist gegeven. Voor de rest heb ik totaal niks gedaan. We speelden zo slecht. We verloren alle ballen. En dan kijk ik naar de vorige aflevering. Toen speelden we zo goed. Het is echt een wereld van verschil gewoon. We gaan even kijken. We staan nu op plek... Wow, zomaar ga ik naar boven. We staan op plek 12 met 27. We hadden na deze aflevering meer punten kunnen hebben. Maar we hebben het laten liggen. Het enige goede nieuws is... Het staat pas 1-0 tegen Sevilla. Dus we maken nog een kans. We maken nog een kans. En de volgende wedstrijd is de thuiswedstrijd. Broskies... Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Dat waardeer ik enorm. Ben je aan het kijken en vind je deze serie interessant? Maar ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wil blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten. Want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. Ik heb volgens mij maar 1 à 2 kansen gehad. In de gehele aflevering. Broskies. En Mauski.